Als je een website maakt, is het zeker tegenwoordig belangrijk dat een website in allerlei resoluties en op alle verschillende apparaten op een juiste manier wordt getoond. Responsive design heet dat. Bij responsive design past die website zich aan de weergave van het apparaat. Screenfly is een online tool waarmee je dit kunt controleren. Screenfly maakt deel uit van quirktools.com. Hier klik je op Screenfly. In het midden moet je het webadres invullen dat je wilt testen. HTTP wordt automatisch ingevuld. Dat hoef je dus niet in te typen. Ik typ een testwebsite in. Soms kan het even duren voordat je het resultaat ziet. Rechtsonder zie je de standaardresolutie die voor deze website wordt gebruikt. Linksboven kun je voor een andere notebook- of desktopresolutie kiezen. Je ziet dat de vorm van de website zich aanpast. Ik kies een bredere resolutie. Nu kies ik voor een tablet. En een andere. Er zijn diverse smartphone-mogelijkheden, zoals BlackBerry. En Apple iPhone 6. De resolutie staat steeds rechtsonderin. Je kunt ook bekijken hoe je website eruit ziet op tv. Ook weer bij verschillende resoluties. Via deze knop kun je zelf een resolutie aangeven. Hiermee kun je de resolutie verwisselen. Als je wilt scrollen in je voorbeeld, schakel je deze knop in. En als je de resultaten wilt delen, kun je deze link gebruiken. Ik typ nog een adres in waarbij het niet goed gaat. Voor deze website zou een aparte mobiele versie gemaakt moeten worden. Dat hoeft dus niet als je gebruik maakt van responsive design. Tot zover deze how-to over Screenfly.